So I said to the waitress, I'm a vegetarian. She turned to me, like here we go again. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van On The Go. Na een jaar of zo, heel erg lang. Echt de populairste serie op mijn kanaal, vind ik ook echt een geweldige serie. Maar er zit enorm veel tijd in, omdat je niet al het eten op één dag wilt testen. Want dan word je of heel erg dik in één dag, of je moet je eten gaan weggooien. Als je fulltime werkt is het dan heel veel gedoe, want dan kan je per dag maar één item shooten, zeg maar, voor je aflevering. Dus ik heb nu besloten om wel gewoon meerdere dingen op een dag te gaan halen. Of zoals nu, als het uitkomt, het te gaan halen en nu gewoon te beginnen. En deze aflevering gaat dus over veggie burgers van grote ketens. We have french fries, we have salad, we have mashed potatoes and we have a special. We zijn nu bij de McDonald's in Diemen. We weten helaas wel dat het hier niet altijd even lekker is, maar de veggie burger was wel altijd oké. Die is er niet meer sinds afgelopen dinsdag. Ze hebben nu twee nieuwe veggie burgers en die ga ik dus allebei testen. Dus we gaan nu door de drive. Er is nu een actie, dat is de McChicken of één keer veggie chicken, dat is dus nieuw. Die gaan we nu nemen voor 3 euro en ook er was nog een veggie burger, die gaan we er ook weer nemen. Het is ook leuk om de zoete aardappelfrietjes te testen, maar daar gaat het niet over. Maar we moeten het soms avondeten, dus we moeten wel... Ja, oké. Okay. Nou, we gaan... Door de drive. Yes, hebben het. Dit is dus de McChicken veggie. En echt was dat altijd van die sojaburgers. Goedemiddag, welkom bij McDonald's. Mag ik het bellen? Ja, mag ik een crispy chicken veggie en een losse McChicken veggie? Dat was het? Ja, dat was hem. Je mag alvast doorrijden. Toppie. Oké, ik zit maar even op mijn vaste rijplekje. Als eerste heb ik dus de McChicken veggie. Dus veggie McChicken, die is nu 3 euro. Ik weet niet wat die normaal kost. Die ziet er zo uit en die is ook zo groot. En dan hebben we de Homemade Tasty Crispy Chicken Veggie. Dus echt een bekende burger is dat. Ik neem nooit kipburgers, ook niet toen ik dus geen vlees had. Dit is dus het verschil. Ik ga ook heel veel het verschil laten zien hoe ze eruit zien. Niet naast elkaar, want dan gaat het vallen. Dit. Oh ja, dit is echt een heel simpel burgertje. Zoals een McFish geloof ik. Dus gewoon een burger, broodje dus, met een burger erop. Een heel klein beetje van die witte saus, ijsbergsla in de bovenkant. En dit is dus echt een huge burger. Echt een wat luxer broodje om te zien. Een broodje. Daaronder de burger. Kaas. Sla. Ui. Een soort van oranje cocktailsaus. Dus dit is wel echt een burger burger. En dit is meer zo'n kleintje, weet je wel. Ik ga eerst denk ik de simpelere proeven. Oké, dit is hem. Ik vind het nu al meteen jammer dat die andere eruit is. Want die was vegan. En dat was een groenteburger. En kijk, dit is dus zo'n naam, echt een namakip sojaburger, weet je wel. Maar het is wel fijn voor mensen die echt van de McChicken hielden. Want het smaakt wel echt een beetje volgens mij naar die McChicken. Ook de feeling, de structuur. Ja, benieuwd wat jij ervan vindt. Wel goede namaak. Het doet mij niks, maar... Zou je het doorhebben? Door die saus misschien niet, hè? Goeie namen. Ja, heel krokant. Echt een hele basic burger. Maar ik vind van mezelf, jij ook al, een kipburger niet zo in... Je gaat altijd voor de hamburger met vlees. Dus ik vond dat altijd een beetje saai. Ja, ik vind hem ook echt goed. Hij was heel knapperig en van binnen echt niet droog. Een beetje echt dat vleeserig laat zien. Even zoomen, hoor. Zo. Ja. Wow, nu kun je het heel goed zien. Zie je de structuur? Dus echt wel... Ik snap op zich wel wat McDonald's hiermee wilde doen. Ze wilden echt een burger nadoen. Maar ik mis nu al de veggie burger met groenten. Maar die heeft Burger King nog. En nu ben ik wel heel benieuwd naar dit. Of dit dan misschien wel precies hetzelfde is. Het zou me niet verbazen. Wow. Dit is denk ik dezelfde burger. Ik zie nog steeds een beeld. Ja, moet meer naar jouw kant doen. Letterlijk, zie je dit? Dit is toch exact hetzelfde? Hoe bedoel je? De burger zelf, zeg maar. Het burgertje. Dan wat? Als die? Nee. Wow, dat was ik bedoel de burger, zeg maar. Ik had nu alleen maar saus en zo. Ik zou wel voor deze gaan, maar dit vind ik wat lekkerder, wat groter met meer erop en zo. Wow. Vogels? Ja.
Ik weet wel bijna zeker dat dit dezelfde is. Dat is wel slim. Dan hebben ze dus een nieuwe burger ontworpen. Met de burger bedoel ik zeg maar dat vleesje. En dat gewoon op twee verschillende gedaan. Een simpele en een wat luxe uitvoering. Wow. Het zit een beetje onder. Oh, lekker die saus? Ja? Ja. Goed, hè? Oeh, dit vind ik wel een hele lekkere. Waarom? Omdat je hierbij echt niet door hebt dat het vega is. Omdat er zoveel andere smaken in zitten, weet je wel. Het ziet wel echt lekker uit. Ja. Maar volgens mij is het letterlijk hetzelfde burgertje. Of noem je dat? Vleesje, kipje. Die is echt lekker. Die saus, die ui. Lekker. Ja? Beetje smoky. Ja, maar veel lekkerder dan dit. Ja, tuurlijk. Maar het is ook veel duurder, toch? Ja, maar zie je dat het is hetzelfde. Wel een ander broodje. Maar verder, dit is toch dezelfde burger. Hou hem er zo even naast. Even puur om naast elkaar te houden. Is die scherp? Ja, is het? Zeggen jullie het maar, jongens. Volgens mij is het hetzelfde. Deze lijkt iets dikker. Hij is wel een beetje pittig, dus je moet wel even pittig houden. Ja. Ik denk wel dat het echt dezelfde sojavleesje is. Maar het is dus niet vegan. Want hier zit kaas op. Maar volgens mij ook als je de kaas weg bent, er was in de saus volgens mij ook niet vegan. Ik wil liever die jij hebt. Als je eerst die proeft en dan deze is echt saai. Maar die bekende witte saus zit hierop. Van de McFish geloof ik, die is wel echt lekker. Geurde? Geen hapje nog. Die is lekker wel. Echt door de... Nou, ik vind dat McDonald's het goed gedaan heeft. Het is gewoon zo'n sojaburger, maar door het krokante eromheen en de structuur van het namaak. Deze met rode ui is ook mooi aangekleed. Ja, deze ziet er echt lekker uit. Dat donkerdere broodje, weet je wel. Ja, dus het is wel echt die... Ja. Donker bakje. Wat luxer. Ja, het is gewoon als je... stel je bent veganistisch. Vegetarisch. Maar je wilt toch een keer gewoon bij de Mac een keer een burgerervaring hebben. Dan had ik bij die groenteburger dus niet. Want dan had je gewoon doperwten in je mond. Ja, dat is wel zo. Dat smaakte echt, zei ik al tegen jou, het is lekker, maar het geeft je niet het Mac gevoel. Nee, en dit wel. Ja, dat was gewoon doperwten. Ja. Moet ik echt zo half? Heeft het zin? Mm-hmm. Maar dat had je bij dit dus wel. Ben je wel echt een burger gevoel? Ja. Zouden ze het ook met vlees kunnen doen? Dit gevoel? Nee. Bedoel je? Ik denk dat ze daarom de burger eruit hebben gedaan, want daarmee probeerden ze de hamburger te vervangen. Toen hadden ze al iets durven, dat lukt gewoon niet. Oh, zo bedoel je. Nee, ik denk het niet. Dat is gewoon... Gewoon opeten. Het heet maar raam open. Nou, dit was dan denk ik de eind. Zou ik me aanbevelen? Ja, zeker. Zou ik hem nog een keer halen? Ja. Ik zou dan iets meer betalen voor deze. Ik weet niet wat die los is. Misschien is hij niet eens heel... Ja, hij zal wat duurder zijn. Wel raar dat die met een coupon 3 euro is, want ik kan me niet voorstellen dat die normaal duurder is dan 3. Nee. Hij is echt wel heel saai. Ja, die was 3 euro, toch? Nee, die. Wow. Dit is net een McFish. Ja, ik wil zeggen, dit is echt duur dus. Ik vind 3 best duur voor die. Ja, ik zou die zeker gewoon nog een keer gaan halen. Mis ik de groenteburger? Weet ik niet eens. Ja, Burger King heeft nog echt die groenteburger. Dus dan ben ik wel toch blij dat ze dit nu hebben. Ik vind deze echt niet veel voorstellen. Nee, ik vind die ook heel saai. Ik kan me echt niks voorstellen. Nee. Terwijl het hetzelfde is en heel saai. Maar is best wel droog. Ja, ook zo'n wittiger broodje gewoon. Die is echt 10 keer beter. Ja. Echt veel lekkerder beleving. Lekker slaan. Kun je beter goed doen. Ja. Dus wel een aanrader hoor, jongens. Ook, als je geen vegetariër bent en je hebt iets van ik wil minder kip bijvoorbeeld eten. En dan zijn er heel veel mensen van die veel vlees eten die dit niet eens gaan storen. Zou je ook in kipnuggets gaan doen? Dat is goed, want die worden zoveel verkocht. Ja. Al die kuikentjes. Soja kipnuggets. Nu heeft soja natuurlijk ook weer zijn nadelen. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, je blijft bezig. Als ik straks buikpijn krijg, want ik krijg van soja soms een beetje een opgeblazen gevoel, dan laat ik het weten. Als ik niks laat weten, dan heb ik geen opgeblazen gevoel gekregen. Vind je maar. Heel lekker. Ja. Ja, mijn schat. Nou, dan was dit de McDonald's. Hey. Ik ga even kijken wat ik kan vinden over de Veggie McChicken. Onze lekkere McChicken is ook vegetarisch verkrijgbaar. Kies je voor veggie, dan krijg je dezelfde burger. Maar we vervangen de krokante kipfilet voor een burger van Valès. Oh, hij is van het merk Valès. Valès is een vleesvervanger gemaakt van zuivel. En een McChicken Veggie is in ruim 200 restaurants verkrijgbaar. Je kunt opzoeken of hij beschikbaar is op internet. Even kijken. Allergenen, gluten, sesam, melk, ei en mosterd. Dat zit erin. En er zitten 421 calorieën in één burger. En dat is die kleine burger, dus dat is best wel veel. 7 gram suiker, 2 gram verzadigd vet, 18 gram vet,
2 gram zout. En waar zijn de koolhydraten dan? Oh, dit is wat er over staat. Oh, 45 gram koolhydraten. 6 gram vezel, 17 gram eiwitten. Oké, en nu de ander. Ze zeggen voor de grotere trek hebben we de Veggie Homestyle Crispy Chicken. Dus dat is gewoon echt een wat grotere burger. Dus deze. Even kijken. Onze lekkere Homestyle Crispy Chicken is ook vegetarisch verkrijgbaar. Kies je voor veggie, dan krijg je dezelfde burger. Dus een luxe sesambroodje met natuurlijk gerijpte cheddarkaas, Batavia sla, rode ui en gekarameliseerde uienkompot. Dat is echt heel lekker. En spicy pimento saus. Maar we vervangen het voor Valais. Oké. En zonder de bacon. Ik zag laatst trouwens dat Rebecca wel bacon had gekregen. Oké. En wat staat hier over allergenen? Gluten, sesammelk, ei en mosterd. En de voedingsinformatie 572 calorieën. Wel echt veel meer, maar hij is echt veel lekkerder. 24 gram vet. Verzadigd vet 9 gram. Koolhydraten 59. Suikers 14. Vezels 6,5. Eiwitten 26. Zout 2,7. Dus, okidoo. Ik probeer dus overal te achterhalen wat de prijs is. Dus ik heb naar McDonald's Diemen gebeld. En ze zegt die ene is 5,75 en die andere 3,95. Maar volgens mij klopt het niet. Omdat ik dacht 3,25. Dus nu ga ik gewoon een random McDonald's bellen. Hoi, ik had even een vraagje. Want ik was benieuwd wat de prijzen zijn van jullie twee veggie burgers. De veggie burgers? Ja, die grote en die wat kleinere. Wat die kosten. Oké. Die kleine is 3,95. Ja. En die grote is 5,75. Oké, super. Dankjewel. Oké. Doei, doei. Oh, dat was snel en vriendelijk. Oké, het klopt dus wel. Dus het is, die ander zei tegen mij, het is dezelfde prijs als de McChicken. Maar dat klopt niet, want de McChicken is 3,25. Top. Oké. Where's the burger? Where's the burger? Where's the burger? Where's the can I get a... Nou, hallo en welkom bij de tweede test, namelijk van de Febo. Het was een heel gedoe om deze burger te scoren. Daarmee bedoel ik dus niet dat hij niet te krijgen was, maar om überhaupt een Febo te vinden die ook nog daadwerkelijk niet 5 jaar geleden verhuisd was. De burger kost maar 2,50. Dit is hem. En ik ga niet vaak naar de Febo. In het verleden ben ik er geweest, maar echt al heel lang geleden. Mijn herinnering was niet zo dat ik dacht ik ga er vaker heen, want ik heb er echt bijna nooit iets gehaald. Het ziet er wel lekker uit. Hij is lekker warm, mensen waren super aardig. Eens even kijken. Het is volgens mij gewoon een, kijk, veel saus. Volgens mij is dit wel zo'n bekende Febo saus. Een heel klein beetje ijsbergsla. En onderop zit niks. Dus het is heel erg simpel. Hij was 2,50 en voor 4 euro kon je een dubbele krijgen. Ik vroeg even wat dat inhield. Dat betekent gewoon een extra burger erop. Het is echt wel een huisstijl en keukenhamburger die je gewoon thuis zou maken. Ik in ieder geval. Als je deze burger hebt, kun je dit echt precies zo thuis maken. Sausje erop sla. Van een broodje van Albert Heijn. Zo ziet het er zeg maar uit. Maar dat kan heel lekker zijn. En er is een gefrituurde burger. Hij was echt in 1,5 minuut klaar. Oké. Het begint echt... Ik snap wel dat er zo'n dingetje bij zit. Een hap. Oké. Huh? Dat had ik niet verwacht. De eerste indruk is dat ik het niet lekker vind. Oh, dit is echt zo'n... Dit is echt zo'n namaakvlees. Wat is dit? Is die wel gaar? Ik kan nog even zeggen dat ik echt best wel veel trek heb. Dus daarin, dat weet ik van mezelf, dan vind ik vaak de eerste happen extra lekker. Ik ben heel erg bang dat het dus niet gaar is. Wat het ook is. Ik vind het niet zo lekker. Ik ga naar... geperst... Ik wil even met jullie dit zien. Kattenvoer. Het is echt niet lekker. Ik wil echt die burger eraf halen. Nou, nu is het weer moment dat mensen gaan reageren. Hij is heerlijk. Ik vind hem echt niet lekker. Ik probeer ook een soort van botjes van vlees na te doen of zo. Ik wil even dat jullie dit zien. Het
Het is echt namaakvlees, maar niet. Ik weet niet eens of het soja is. Het is in ieder geval geen groente. Je kan er zeg maar in knijpen. Het is gewoon een soort van. Ik vind het echt vies, sorry. Zelfs nu ik heel veel honger heb. Er zit een soort licht bouillon smaakje aan. Of zo. Nou, ik vind het echt niet. Ik vind het niet te eten. Het is nog maar een ontbijt en ik ga nu door naar een afspraak. Dus ik ga het broodje opeten. Maar ik haal echt de burger eraf. Ik meen het. Ik stel me echt niet aan. Ik moet een beetje een patatje halen hoor. Ik wil echt weten wat dit is. Ik ga het opzoeken ook, want ik vind het echt niet oké. Okay. Ik had het niet verwacht. Vegetariërs kunnen hun hart ophalen. Aanstaande maandag lanceert Febo namelijk de Vega Grillburger. Febo's held, de befaamde grillburger, maar dan zonder vlees. We hebben de Vega Grillburger door diverse snackliefhebbers laten testen. En het is bijna niet van de traditionele grillburger te onderscheiden. Nou. Gemaakt van tarwevezel, soja en kruiden. Komt op een vers sesambroodje met knapperige ijsbergsaus, dat klopt. En Febo's signature grillburgersaus, dat was ook lekker. We werken momenteel bovendien aan een 100% plantaardige variant voor de saus. Zodat veganisten hem ook kunnen eten. Ik kan niet zien of die saus er nu is. Dan weten we in ieder geval wat erin zit. Oh, ze hebben ook een website, even kijken. Grillburger, Vega grillburger, kijk. Vetten 7,3 per 100 gram, koolhydraten 22, eiwitten 6,2. En calorieën? Allergenen. Sporen aanwezig van soja, melk, ja. Soja, ja. Nou ja, dat kan je allemaal op de site vinden, maar het is dus niet vegan. 188 calorieën per 100 gram. Oké, nou. Ik, misschien had ik het verkeerde te pakken, maar dit was echt een soort van pudding in een frituurlaagje. Hi, ik wil er nog even wat aan toevoegen. Ik heb altijd even nodig om heel even nog erover na te denken. Ik had namelijk zoveel trek dat ik dacht ik neem nog één hapje. Ik denk dus, ik hoop dus dat deze niet goed gemaakt is. Want het smaakt gewoon naar. Ik weet dat het geen vlees is, maar liefst zou ik laten zien hoe het eruit ziet. Dat is een beetje te nasty, maar. Het smaakt naar bouillon in vaste vorm. Het is zo. Naar iets wat ingekookt. Dus het is zo nat en drapperig. Maar de smaak is dus wel heel goed. En het laagje eromheen is natuurlijk ook wel lekker. Ik kan het op zich wel eten. Ik kan even echt goed nadenken. Ik snap wel wat hun bedoeling was. Het is echt wel een nabootser van vlees. Van dus niet van kip of zo. Dat is makkelijker. Vaak is het kip. Maar echt wel van een hamburger. Qua structuur. Qua smaak. Het is gewoon heel erg een aanwezige bouillonsmaak. En een kruidensmaak die vaak op vlees zit, denk ik. Daardoor geeft het je echt wel het vleesgevoel. Die smaak in mijn mond net 10 minuten lang tijdens het rijden vond ik best wel lekker. Het is alleen de structuur. En ik moet zeggen, nu die dus koud is, is hij iets minder drapperig. Maar je kunt het gewoon helemaal inknijpen. En ik hoop dus dat mijn niet lang genoeg gebakken was. Anders vind ik de structuur is toch heel belangrijk. Maar de smaak is dus oké. Okay. Dus dan was dit het. Where's the burger? Oh, 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 where's the burger? Oh, 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 where's the burger? Nou, hallo. Inmiddels een paar uur later. Wat zweet erbij? Maar we zijn er weer. Ik zal jullie besparen wat het heeft gekost om deze hamburger te halen. Want het is natuurlijk geen vlog. Dit is een on-the-go aflevering. Dus dat zal ik in mijn vlog delen. Het gaat nu om de burger. Hoe ik hem heb gekregen doet er niet toe. Maar ik heb hem. Sorry voor het zweet. Laatste warme dag van het jaar. Ook C50. De vega burger. Van de Smullers. Die zit voor zover ik weet alleen op een station. En op het plaatje zag hij er exact zo uit. Als de vorige van de Febo. Een broodje, dat sausje. Oeh, hij is heet. Het duurde 3 minuten om deze te maken. Hij ziet er al lekkerder uit. En hij is van de vegetarische slager. En dat is toch best wel een bekend merk. Noem je dat een merk? Dus daar verwacht ik toch wel wat van. Ik weet wel dat dat ook altijd wel soja-achtige burgers zijn. Echt van dat namaakvlees. Er zit in ieder geval veel minder saus op deze. Maar zien jullie de vergelijkenis? Broodje, saus, sla. Misschien is dat toch het lekkers. Deze ziet er heel erg gefrituurd, diep gefrituurd uit, alsof deze. Ja, deze heeft er duidelijk wat langer in gezeten. Ik ben heel benieuwd. Eerste indruk. Jeetje, wat droog. Had er meer saus op gekund, maar dat kan ook net liggen aan degene die hem gemaakt heeft. Tweede indruk. Wow, dit smaakt naar een frikandel. Ik vind het kleurtje wat fijner dan dat donkere van net. Er mag echt meer saus op. Maar ik proef namelijk bijna alleen maar de burger. En die smaakt heel goed. Zo ziet de burger eruit.
Zie je, echt best wel behoorlijk vet. Oké, nu komt het stuk waar saus zit. En sla. Ik ben niet eens een heel erg sauspersoon. Maar op zo'n hamburger vind ik dat het wel lekker is als er echt saus op zit. Wel een hele zoete saus. Maar de burger zelf zou ook zonder alles eromheen heel lekker zijn. Het is echt een hele lekkere burger. Wel echt heel erg gefrituurd. Echt een soja geperste burger. Maar ik vraag me nu zo erg af of die ander gewoon niet gaar was. Want hij heeft er zoveel weg van. Qua smaak. Maar de structuur van deze is gewoon zoveel beter. Qua uiterlijk zijn ze dus heel vergelijkbaar. Qua concept ook. Oh, proef nu ui. Echt vrijwel hetzelfde. Het is toch wel heel anders dan bijvoorbeeld bij Burger King. Ben ik nog niet geweest, maar weet ik. En McDonald's. Dat is echt zo'n fastfood burger gevoel. Dit is meer, wat ik al zei, dit kan je thuis maken. Zo'n McDonald's ding denk ik altijd, hoe maak ik dit thuis? Maar je zou zo'n burger in de supermarkt kunnen kopen. En je zou hem zo kunnen namaken, naar mijn idee. Ik weet niet, volgens mij hebben ze deze burgers ook in de supermarkt. Maar ik vind het echt heel erg lekker. Heel lekker. Hij heeft echt wat weg van vlees. Qua structuur, heel goed. Deze lijkt tot nu toe denk ik het meeste op een echte vleesvervangburger. Oh ja, die kip van de McDonald's ook. Ik zit steeds met die oude McDonald's burger in mijn hoofd. En dat is echt een groenteburger. Die van een Mackie. Ik moet zeggen dat ik echt de afgelopen twee weken, want het is twee weken geleden, steeds zin heb gehad in die burger. Die dikke, zeg maar. Ik vond hem echt heel erg lekker. Deze is ook echt lekker. Ik zou hier zeker voor terugkomen. Dus zeker goedgekeurd. Laat vooral in de comments even weten welke jij al geprobeerd hebt. Wat je ervan vond. En waar kan ik nog meer burgers vinden? Want ik heb nu maar 4 ketens. Ik weet het niet. Dan bedoel ik dus wel bij ketens die echt door het land zitten. Niet alleen in Zeeland of zo. Nou, dat was hem. Ik ga ook nog even kijken wat er op internet over staat. Even opeten hoor, is heel lekker. Wat was je ontbijt? Een veggie burger. Wat was je lunch? Een veggie burger. Oké, dus de burger van de Smullers is van de vegetarische slager. En ik kan er verder eigenlijk niks over vinden. Dus ik ga gewoon even zoeken op vegetarische slager. Oké, als ik naar de website van een vegetarische slager ga, dan zie ik gewoon een hele assortiment. En daartussen zit 1 hamburger. Dus ik ga ervan uit dat dat de hamburger is. Dat is deze, de vegetarische Mac 2 burger. Ontwikkeld in de Hamburgerstraat in Utrecht. 70% sojastructuur. Water, soja, eiwit, tarwe, zetmeel. Dan nog raapzaadolie, ui, vrije uitloop, kippenei, eiwit. Dus niet vegan. Uienextract, zetmeel, specerijen, gebrande suiker, natuurlijke aroma, verdikkingsmiddel, palmvet, poeder. Oké, als dit er mis zit, dat er dus in. Nou, ik vind dus even geen informatie over de saus en dat soort dingetjes. Dus, en ik weet dat als je het vraagt aan de medewerkers, ze het ook niet altijd weten. Dus daar zou je eigenlijk voor moeten bellen. De burger zelf is waarschijnlijk niet vegan, dus of de saus dan vegan is, maakt ook niet meer uit. Het is natuurlijk ook een veggieburger aflevering en niet een vegan aflevering. Het lijkt mij zelf heel erg leuk om ook een keer een on-the-go op te nemen. In een beetje keuringsdienst van waarde. Stel dat ik echt ook bedrijven opbel met vragen. Lijkt me ontzettend leuk. Ik weet niet eens of dat echt makkelijk mogelijk is. Want als ik nu naar Smullers telefoonnummer zoek, is het al lastig om te pakken te krijgen. Het lukt mij zeg maar niet. Maar dat lijkt me zeker leuk. Misschien in de toekomst. De volgende burger is trouwens op weg. Die wordt op dit moment naar mij gebracht door mijn vriend. Dus die ga ik zo voor jullie testen. En dan zijn het echt heel erg weinig burgers in deze aflevering. Maar ik wil bijvoorbeeld niet de IKEA hotdog ertussen doen. Ik wil echt alleen veggieburgers testen. Dus, maar ik hoop in ieder geval vast dat jullie er wel wat aan gehad hebben. Dus de laatste test komt zo nog. Life as a vegetarian is a constant struggle. Gotta feed the hunger, stomach sounds like thunder. That chicken sandwich smells so good. But I ain't gonna give it, be a blunder. Oké, het is al een beetje donker, maar als het goed is nog wel te zien. Even kijken, is dit een veggie? Crispy chicken, heb jij dat? Nee. Huh? Mijn hoofd heeft een verkeerd papiertje om zit. Ja. Wat? Verkeerde papiertje. Oh, ik kan zeggen, anders had ik ze nu gebeld. Jeetje. Ik was boos geworden. Weet je ook al boos van binnen? Ja. Heel boos? Oh nee, het is niet. Huh? Jawel, dit is wel veggie. Even? Oké, nou. De Veggie King burger, weet je hoeveel die kostte? Zoek het even op. Het was 8 zoveel. Oké, deze burger heb ik dus wel vaker gegeten, maar het is echt alweer heel erg lang geleden. Ik weet dat ik hem wel heel lekker vond. Ik heb hem ook 1 keer in een video al gereviewd. Maar het kan best nog een keer. Ik heb nu inmiddels alweer veel meer geproefd. Even kijken. Het is een groenteburger, gebakken groenteburger. Met ketchup, rauwe ui, een plakje tomaat.
ook nog een andere oranje saus en een klein beetje ijsbergsla. Op een gewoon een hamburger broodje. Ja, ik weet nu al dat hij lekker is. Het kan bijna niet anders. Ja. Ik vind deze heel lekker. Maar hij is niet te vergelijken met de andere vier die ik heb getest. Wow. Ik had echt veel honger weer. Er zit ook een augurkje op. Wat ik dus bij deze burger vind, is dat je wel echt een hamburgergevoel hebt door wat erop zit. Zoals een beetje zoals de Whopper die ze hebben. Dus door die, er zit een uitje op, door die sla, de ketchup, de tomaat. Eigenlijk is het echt precies een gewone hamburger, maar dan met een andere burger. Stel dat ze dit zeg maar met zo'n nep vleesburger zouden doen, dan is het echt net een hamburger. Dus de toppings en zo zijn heel erg hamburger namaak. Alleen de hamburger zelf is dus een groenteburger. Dus dat lijkt niet op een hamburger of op kip of wat dan ook. Maar heel lekker. En volgens mij is dit een groenteburger met aardappel erin. Ik vind hem echt super lekker. Ik kan hem ook niet vergelijken met van die McDonald's. Ik denk dat ik zeg maar deze en die duurdere van de McDonald's allebei evenveel zin zeg maar erin heb om ze opnieuw te eten. Het is maar net alsof ik meer zin heb in zo'n... Het is net alsof ik maar meer zin heb in zo'n nepkip of in een groenteburger. En nu vind ik deze echt heel, heel, heel lekker. En hij is ook altijd lekker als ik hem heb. Elke keer dat ik hem heb gehaald was hij lekker. Het is best wel een saaie review, want het enige wat ik kan zeggen is dat ik hem gewoon ontzettend lekker vind. Ik ga straks nog heel even op de website weer opzoeken wat er over de burger staat, net als bij die andere. Dan eet ik deze even op. Want dit keer is mijn avondeten. En dan zie ik jullie zo. En hier zit trouwens echt doperwt, wortel, aardappel, maïs, echt heel veel in. Wat ik trouwens nog heel lekker vind aan deze burger, is dat echt elke hap lekker is. Dus dan heb je een augurk, dan heb je weer een ui, dan weer een tomaat. Maar die burger zelf is al super lekker. Dus puur die losse burger is al heel lekker. En dan door die saus en al die toppings erop vind ik hem echt top. Maar zoals ik al zei, hij is gewoon niet te vergelijken. Dus ik kan niet zeggen welke ik lekkerder vind. Ik denk dat de meeste mensen die van de McDonald's het lekkerst vinden omdat het meeste echt namaak is. Maar hou je van groenteburgers, dan is deze wel echt super. En ik hoop dat deze erin blijft. Ik ga het nu even opzoeken. Ja, nu heb ik de Nederlandse site en hij staat ertussen. Veggie King. Onze lekkere vega burger bevat echte groenten. Neppe groenten. Vers gesneden sla, sappige tomaat, augurk, ui en onze beroemde Big King saus. Die saus is inderdaad heel lekker. Dat laat je ook echt denken aan de hamburger, zeg maar. Calorieën per 100 gram 201,7. Dus dat is meer dan die vorige waarvan ik het heb kunnen vinden. Per portie 330 calorieën. Vind ik toch... Het is een avondmaaltijd voor mij nu. Daar valt het toch best wel heel erg mee. En dat vult ook echt wel. 7 gram eiwit, 2 gram zout, 7 gram suiker, 42 gram koolhydraten, 1 gram verzadigde vetten en 14 gram vet. Het bevat sesam, mosterd, ei, melkproducten, info. Oké, dit is gek. Je hebt zeg maar zo'n lijst en dan staat er een vinkje achter mosterd, sesam, ei en gluten. Noten, pinda, selderij, vis, weekdieren en soffieten staat niks. En er staat een infoknopje bij melk, soja en lupine. Dus ik denk dat dat er ook in zit. Er zit sowieso ei in 100%, dus hij is sowieso niet vegan. Maar nogmaals, het is natuurlijk een veggieburger aflevering. Wel, ik moet meteen even werking. Waarom niet? Hi, met Charlotte. Ik wilde graag even weten wat jullie veggieburger kost. Ik zal even kijken. Eén moment. Ja. 4,95. 4,95? Voor een menu of een losse? Nee, die vroeg. Maar de veggie burger kost. Ja, ik dacht namelijk dat die... 4,95 en een menu kost 7,45. Oké, ik dacht namelijk dat die 3 nog wat was. Oké, is goed. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Doei doei. Hetzelfde. Ik ga er nog in bellen. Klopt niet. Hoi, met Charlotte. Ik was benieuwd wat jullie veggie burger kost. Met wie spreek je? Met Charlotte. Ja, vraag over wat? De veggie burger kost. Ja, de prijs. Moment, ik ga even kijken. Dankjewel. 4,95 mevrouw. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Doei, doei. Bij ons is hij echt 3,85.
Ik bel nu allemaal Amsterdam, misschien is het daarom duurder. Oké, okay, antwoord. Hi, met Charlotte. Ik wilde graag weten wat jullie veggieburger kost. Veggieburger, €3,95. €3,95? Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, dus ik denk dat het zeg maar in wat grotere plaatsen €4,95 kost en in kleinere plaatsen €3,95. Dan was dit het al? Ja, dit is eigenlijk wat ik ervan vond, heb je precies kunnen zien. Mensen vinden het soms fijn als ik een soort van eindconclusie geef, maar ik heb het idee dat ik mezelf dan alleen maar aan het herhalen ben, want ik heb het al heel duidelijk verteld. En ik heb net dus nogmaals benoemd welke ik het lekkerste vond. Die burger van de Febo vond ik echt heel erg. Ik ben heel benieuwd of er nu iemand reageert die daar misschien werkt, want soms zijn er mensen die daar werken. Die meneer zei dus dat hij 1,5 minuut had gefrituurd. Dus misschien lag het daaraan. Ik hoop dat het daaraan lag. En anders vind ik het gewoon echt niet oké. En die namaak van de Smulders was dus ook heel erg goed. Maar ik hou gewoon niet zo heel erg van het namaak hamburger. En ik vond het best wel weinig opzat. Dus ik zou echt voor die luxere van McDonald's gaan en deze van Burger King. Maar van de 5 zitten er dus echt wel gewoon hele goede opties tussen. Laat vooral weten wat je wil dat ik de volgende keer ga testen bij een On The Go. En als je nog ideeën hebt over andere veggie afleveringen of als er nog meer veggie burgers of inderdaad een veggie hotdog van de IKEA. En ik weet dat de Five Guys heeft ook een soort van veggie broodje. Laat het vooral weten hieronder. Help me ermee en sorry voor de katten. Wie weet zie je het de volgende keer terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je het leuk vond dat Anneke weer terug is. En vergeet niet te abonneren voor meer van mijn video's. En dan hoop ik dat ik jullie binnenkort weer zie op mijn kanaal. Every meal is like trying to find a needle in a haystack. But I think about the animals and never look back. Make a peanut butter sandwich and throw it in my pack. It's not protein I lack. Where's your burger? Where, where's your burger? Where, where?